Zangeres Koosje Smit, dochter van bariton Ernst Daniël Smit, doorstond een zware tijd tijdens haar zwangerschap en na de geboorte van haar zoon Zonne. In een openhartig interview met Ouders van Nu vertelt ze over haar ervaringen. Gedurende lange tijd hield ze de schijn op naar de buitenwereld, maar nu voelt ze zich gesterkt om haar verhaal te delen en de nare periode af te sluiten. Smit raakte al 6 weken na haar ontmoeting met Melchior in 2021 zwanger. Deze periode was uiterst stressvol, omdat haar vriend herhaaldelijk vreemd ging met zijn ex. Ze gaven hun relatie keer op keer een kans, maar het overspel bleef doorgaan, zelfs na de geboorte van hun zoon Zonne. Ondanks de moeilijkheden speelde ze voor de buitenwereld het gelukkige gezin, maar in werkelijkheid ging ze door een hel. Ze wilde voorkomen dat mensen Melchior zouden haten en beschermde hem, zelfs wanneer het haar eigen welzijn schaadde. Uiteindelijk realiseerde ze zich, mede door het schandaal rond Waylon en Bibi, hoezeer ze zichzelf tekort deed. Hoewel ze aarzelde om uit de giftige relatie te stappen, kwam haar vader, Ernst Daniël Smit, uiteindelijk tussen beiden en haalde haar uit die benarde situatie. Tijdelijk vond ze onderdak bij haar zus en langzaam gaat het beter met haar. Haar zoon Zonne is een zegen voor haar en brengt haar veel rust. Toch worstelt ze nog met een verminderd gevoel van eigenwaarde door de vernederingen die ze heeft moeten doorstaan tijdens een toch al kwetsbare periode van grote lichamelijke veranderingen.